Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is echt bespottelijk dat de minister-president hier blijft volhouden dat de richtlijnen, waardoor de mensen in de verpleeghuizen, de medewerkers, geen beschermingsmiddelen kregen, dat dat louter gebaseerd was op wetenschappelijke inzichten, dat het niet gebaseerd was op schaarste, terwijl het OVV een tegengestelde conclusie trekt. Maar hoe kan de minister dan tegelijkertijd, hè, terwijl ik hier zit, hoor ik hem antwoorden in de richting van de collega's zeggen, ja, op 25 maart sloten wij de verpleeghuizen om de verspreiding van het virus in te dammen. Want dat moest echt. Hoe kan die dat rijmen met elkaar? Die begrijp ik niet. Nee, dat dacht ik wel. Maar kijk. Leg het uit. Ja, sorry. Ja, die richtlijnen werden pas op 27 augustus aangepast. Toen was het zogenaamd pas belangrijk dat die zorgmedewerkers beschermingsmiddelen gingen dragen. En voor die tijd niet. Maar nee, wacht even. Daar gaat alles door elkaar. De verpleeghuizen dreigden. Het is niet door elkaar, voorzitter. Het is allemaal één verhaal. Niet voor u, maar voor één verhaal. Nu. Je gebruikt beschermingsmiddelen om iemand te beschermen tegen besmetting, om ervoor te zorgen in die beginperiode dat mensen onderling elkaar niet besmetten. En dan zorg je ervoor dat de mensen die op de IC's, of in de verpleeghuizen, op de cohorten in de verpleeghuizen, die zitten allemaal dik in de beschermingsmiddelen. Om te voorkomen dat het virus niet overslaat. Mm-hmm. En dan in de verpleeghuizen is de redenatie compleet tegengesteld. Nee, daar hebben we geen beschermingsmiddelen, want het was daar niet nodig om die verspreiding te voorkomen. Maar toen verspreiden we het toch heel erg. En toen hebben we maar een bezoekverbod ingesteld met alle afgrijzelijke gevolgen van die. Ja, dank u wel. Het rijmt toch allemaal niet met elkaar. Het is inconsequent, het is bij elkaar geflanst, het is gelogen hier en daar. Nee, de OVV jongens, heeft gelijk, het veld heeft gelijk. De mensen die naar het OVV stapten om de richtlijnen aangepast te hebben, hebben gelijk. En de minister-president vertelt hier een kletsverhaal. De minister-president. Ja, maar voorzitter, dan ben ik uitgepraat. Als ik nu tot leugenaar een kletsverhaal dien, dan een motie van wantrouwen in, dan praten we verder. Wat is het nou voor onzin? Ik citeer hier het RIVM, dat is toch een serieuze club. Wij vragen in september hoe zit het. Ik heb dat nou letterlijk, zie wat ik vind, gewoon wat zij ons schrijven. Namelijk dat de medische doorslaggevend was, natuurlijk in de context van schaarste. Nou, ik heb het nu 10 keer verteld. Ik wil het nog een 11e keer voorlezen. Dat is niet dat vind. Ja. Ik lees voor wat het RIVM ons schrijft, mede op basis van het OMT-advies. Ik kijk even, minister-president, want of er nog even een nieuwe vraag is, want ik heb niet het idee dat we nu op dit thema verder komen, behalve een herhaling. En dat zeg ik even met spijt ook naar u. Ja, voorzitter, inderdaad. Maar de context over het bezoekverbod, daar stelde ik net mijn eerste vraag over. Kijk, op 20 maart werd heel rukzichtloos tot een heel vergaand bezoekverbod besloten. Waardoor ook oudere mensen in eenzaamheid zijn gestorven en hun geliefden niet meer mochten zien. Maar we weten uit het Deloitte-onderzoek dat half april het zijn brandmeester was. Dat er voldoende beschermingsmiddelen waren. En toch is al die tijd nog 2 maanden lang het bezoekverbod volgehouden. Pas op 15 juni ging hij eraf. Dus het leed heeft 2 maanden langer geduurd dan dat de schaarste van de beschermingsmiddelen was opgelost. En wat vindt de minister-president ervan? Maar dan halen we volgens mij echt 2 dingen door elkaar. Namelijk 1, het grote risico's die we liepen in de verpleeghuizen om ervoor te zorgen dat we daar de mensen zo goed mogelijk beschermen. Daarvoor was die sluiting nodig van die verpleeghuizen. En 2, hoe ga je in de situatie van verpleeghuisverpleging, dus binnen de verpleging in de verpleeghuizen, en in vergelijkbare situaties, hoe ga je om persoonlijke beschermingsmiddelen? Daar heeft de sector zelf gevraagd, wat moeten we doen? Dat advies is gekomen. Ik heb voorgelezen wat RIVM erover zegt. Daar was het medische leidend. Maar natuurlijk, er was een context van schaarste. Dat vind ik niet. Ik lees gewoon voor wat zij zeggen. Ik heb daar geen opvatting over. Ik weet ook niet wat daar verstandig was. We moeten ook een beetje kijken naar de deskundigen. Die hebben blijkbaar al die internationale onderzoeken meegewogen. En wat ik hier nog aangereikt krijg van Corny Helder, de minister, is dat vanaf 1 mei die richtlijn op verzoek van de VNVN al zo was aangepast dat professioneel inzicht mogelijk was. Hè? En dat gebeurde ook in de praktijk, dat men zelf kon besluiten wat men deed. Mevrouw Agema. Ik wou eigenlijk het punt van orde maken, ook om deze discussie misschien even op een andere manier te laten doen. Ja, kijk, ik constateer, er zijn zoveel vragen en mevrouw Agema is zo meteen door al haar interrupties heen. Ik weet niet hoe de volgorde precies was, maar de minister van Langdurige Zorg is straks misschien als laatste aan de beurt. Kunnen dan geen verdiepende vragen meer aan worden gesteld. Dus ik wilde eigenlijk vragen om het punt verpleeghuis, want de minister-president krijgt ook briefjes onder de neus van de minister, hè, wat helemaal niet erg is, zo werkt dat. Het is een team effort. Dat is helemaal prima. Nee, zeker prima. Daar heb ik totaal geen problemen mee. Sterker nog, prima. Maar dat lijkt het mij handig dat zometeen de minister van Langdurige Zorg het woord neemt, omdat er ook heel veel vragen zijn over de verpleeghuizen en
de care onderwerpen. Dus dat wil ik eigenlijk even voorleggen of dat dan zometeen naar de minister-president kan. Want anders blijf je dindammen en kan straks niemand meer vragen stellen aan de minister van langdurige zorg. Voordat u verder gaat, dit is even een punt van orde van een Kamerlid. Dus dat betekent dat ik ook de collega's daar even een reactie op wil. Kort. Voorzitter, ik had dit voorstel ook willen doen, want het is wel tekenend. Dat ook in dit debat de minister die over de verpleeghuizen gaat als laatste aan de beurt is. Dat is heel tekenend voor dit OVV-rapport. Ja, de minister-president kan lachen, maar dat is heel tekenend. Het is een punt van orde, dat gaan we even zakelijk afwikkelen. Dus heel graag of er steun is voor het voorstel van mevrouw Van der Plas. Mevrouw Thiele? Nee, voorzitter. En waarom niet? Omdat de minister-president heel duidelijk heeft gezegd welke onderwerpen hij doet, welke mevrouw minister Jezilgus, welke minister Kuipers, welke minister Helder. Vervolgens zegt de minister-president nog, deze vragen kan ik wel gaan beantwoorden, maar die zijn eigenlijk aan die andere minister toebedeeld. Maar dan gaat de Kamer toch eisen dat de minister-president het antwoord. Ja, wij maken er zelf een zootje van. Ik vind niet dat wij dan de volgorde moeten veranderen. Het is heel duidelijk gezegd hoe we doen. En als mensen hun interrupties niet kunnen bewaren, is dat aan hun. Ik heb echt ook wel vragen aan minister Jezilgus of minister Kuijs. Dan wil ik ook even heel kort de andere collega's horen. Het voorstel, u kunt ermee leven. Nou, volgens mij. Kijk, nou, dan betekent dat na de minister-president de minister voor langdurige zorg aan het woord is. En dan stel ik voor dat de minister-president nu verder gaat met de beantwoording. En u gaat inderdaad zelf over de besteding van uw interrupties. Maar ik denk dat het scheelt inderdaad in een andere volgorde, dat het wat beter uitkomt. De minister-president is weer aan het woord. Opnieuw, ook misschien een aansluiting op wat mevrouw Kuiken daarover zei. En ik heb het eerder ook in het debat al gezegd. De inzet was altijd wel bij besmetting of bij verdenking. Dat heb ik ook eerder al gezegd. Dan was natuurlijk altijd sprake van gebruik van PBM, van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat je ook ziet is dat de inzet voor preventie dus in de loop van de tijd is aangepast en uitgebreid. Nou, uiteindelijk dus tot die situatie zoals die op 27 augustus dan naar buiten komt. En misschien kun je hier wel een les uittrekken. Ik probeer ook maar proberen uit die discussies weer ook te kijken wat kun je uit lessen. Dat je uiteraard één, volgens mij een les, breed OVV-rapport, alles bij onbekende ziektes zo breed mogelijk testen. En twee, inzetten op bescherming tot er meer kennis is en daar geen risico's in nemen. Ik denk dat dat ook een conclusie kan zijn. En misschien dat dat ook wat aansluit bij wat mevrouw Kuiken daarover zei. En dat dan ook maar even in een wat meer bestuurlijke vorm weergegeven.